Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Map van de Kijker. En dit keer heeft Ben Volbeda een map gestuurd. Donald's reddingsmissie. Ik zeg het goed. Ja, Donald's reddingsmissie. En hij heeft ook een speciale resource pack gemaakt voor mij. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wat het is. En het wordt gemaakt in 1.8. We gaan eens kijken. Het verhaal. Donald Duck is gevangen genomen en jij moet hem gaan helpen. Red hem en krijg 3 diamanten. Maar niet als het aan Guus Geluk en de zware jongens ligt. Want die willen de schat ook hebben. Natuurlijk willen die ook hebben. Dus pas heel goed op. Veel succes. Nou, ik zie hier een deur. Daar moeten we denk ik niet heen. Hier staat regels. Niet slopen, geen fly gebruiken. Dat is duidelijk. Ik hou me aan de regels. Ik ga hier door deze deur heen. Een jump map. Nou, dat wordt al heel geweldig dit. Ik ben heel erg niet blij met jump maps. Ik kan het niet zo goed namelijk. Nou ja, niet goed kunnen. Ik kan het wel redelijk. Niet heel goed, maar dit valt mee. Het is nog niet zo heel moeilijk. Zo, hoppakee. Dat ging heel goed. In de kist zit iets wat je nodig hebt. Er zit niks in. Wat? Oh jee. Het is Guus Geluk. Oh jee, wat moet ik doen met Guus Geluk? Het is echt Guus Geluk. Jongens, wat moet ik hierin doen? Moet ik hem slopen? Ik ga hem slopen. Oh, nog een keer. Nee, no. Hij maakt een gat in de vloer. Geef niet, ik heb hem verslagen zonder wat ik nodig had moeten hebben bij deze baas. Dit heb je nodig. Er zit niks in die dingen. Moet ik hem met mijn blote hand doen? De zware jongens zitten hier binnen. Die gaan hem verslaan, jongens. Hier zijn de zware jongens. Wow, ze komen op me af. En één heeft een pijlenboog en die schiet de ander neer. Kom op, schiet hem neer. De zombie, schiet hem een zombie neer. Kom op, schiet me neer. Oh, chips. Ik laat één. Nee, er komt een skelet er ook door. Moment. Het gaat goed komen. Dit is heel lastig. We vechten tegen. Oh, shit. Ik ben naar beneden gestort. Oh, dat skeletje. Kom op. Ik moet hier weg. Moment. We gaan heel snel terug. En daar is Donald Duck. Ik versla deze zombie eerst. Ik hoor een andere zombie. Ik hoop niet dat hij naast me is. Oh, daar komt hij. Ik ga weg. Doei. We gaan omhoog klimmen. Zo. Ik heb de zware jongens zogenaamd verslagen. Ik weet dat ik het nog niet helemaal goed heb gedaan. We gaan door met de map. Donald Duck Pixel Art. Even kijken. Nou, stiekem had ik hem gezien. Wauw. En daar staat nog een Guus Geluk beneden. Ik weet niet wat Guus Geluk aan het doen is, maar ik dacht dat ik hem had verslagen. Maar blijkbaar is hij er dus nog. Donald Duck, leuke pixel art. We gaan verder. Wat is dit? Moeten we hier doorheen? Oh, niet weer een jump map. Oh, hoe gaat... Oh, hij valt mee. Hij is niet zo heel groot. Nou, gelukkig dat hij niet zo groot is. Yes! Een pijltje, ik moet naar links. We gaan door deze deur heen. Wat gaat hier gebeuren? Oh, hoera, je hebt Donald Duck gevonden. Maar waarom lijkt hij op een kip? Oh nee, je hebt de zware jongens nodig nog niet vermoord. Dat klopt, maak dat je wegkomt. Oh jee, het regent ook iets. Het is Donald Duck zich gevangen, maar de zware jongens zijn inderdaad nog niet vermoord. Hoe weet de game dat? Dat ik die dan... Oké, nou ja, ik heb ze inderdaad niet vermoord. Wauw, dat is gaaf. We gaan hier... Oh, weer een nieuwe jump map. Ik word hier niet blij van. Ik word hier echt niet blij van. Maar het gaat... Oh, dit wordt een grote jump. Oh, nee! Nee! Oh! Moet ik nou helemaal... Oké, ik moet vanaf het begin weer helemaal doen. Och, help alsjeblieft. Dit is niet leuk. Ik vind het niet leuk. Nee! Hey. Ik ben van nu voor niets het ondeugende de eentje. Kijk eens, ik heb hem gehaald. Maar wat zou ik hier dan moeten doen? Want ik kan ook daar naartoe. Ik weet niet wat daar is als ik daar naartoe loop. Helemaal niks. Moet ik nou terugjumpen? Oh, nee. Oké, we zijn aangekomen bij het huis van Mickey Mouse. Oh, dat ziet er leuk uit, joh. Met oortjes erop. Even kijken, wat staat hier? Oh, dat is een Pluto. Welkom in mijn huis. Mijn goede vriend Donald is ontvoerd. En ik heb gehoord dat jij naar hem op zoek bent. Ik weet één ding. Hij was voor het laatst bij de McDonald's. Van mij mag je Pluto lenen. Veel succes. Nou, kom mee Pluto. Jij gaat met mij mee. Kom op, Pluto. Luisteren. Kom. Kom op. Meekomen met mij. Jij bent mijn baasje. Kom op. Nou, hij wil niet meekomen. Ik probeer... Wacht, misschien omdat hij op carpet zit. Kom mee. Kom. Pluto, kom op. Ja, kom met mij mee. Kom. Nou, hij wil niet mee met mij. Oh. Hallo, Mickey Mouse. Ja, ik
Leuk dat u er bent hier. Ik ga weer verder. Oh jee. Schakel de hendel om. We gaan hier in de donutmijntje, karretje. Gaat het goed? Nee, we moeten hem omschakelen. Dus... Oh, en nu? Naar voren klikken, denk ik. Ja, daar gaan we. We gaan een bochtje. En we komen inderdaad bij de McDonald's. Met een grote M-paal. I'm loving it. We gaan door. Waarom gaat hij zo langzaam? Ik kan beter... Oh, wat doet hij? Wat? Nog sneller. Dan gaan we door. Wat is hier? Ja, we hebben Donald gezien. Volgens mij ging hij naar het dorpje. Oké. Oh, hier zit ook iemand met een McDonald's op zijn hoofd. Hallo, ben je een medewerker? Oh, hij ziet er heel eng uit eigenlijk. Heel gaaf. Oké, hij ging naar een dorpje toe. Ik denk dat we ook naar een dorpje toe moeten gaan. Daar gaan we. Oh, de minecart ontspoort. Wacht, laat ik hem eens opnieuw plaatsen. Zo. Ja, daar gaan we. Woehoe! En we komen inderdaad dadelijk aan bij een dorpje, zie ik. Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop mijn Donald staat met een paard. En Pluto en Ahmed. Waarom Ahmed? Ik weet niet waarom Ahmed erbij komt, maar goed. We komen hier. Dat is van Ali Osram. Kennen jullie dat? Ali Osram? Ja, dat moet je maar eens opzoeken. Dat is heel grappig. Ergens in het dorpje is Donald. We gaan Donald dus zoeken. We moeten hem echt gaan zoeken. Onze missie om hem te bevrijden. Of misschien, ik weet niet of hij vast zit. We gaan eens kijken hier in dit gebouwtje. Misschien als hij op het dak staat dat we wat meer kunnen zien. Ik zie helemaal niks. We gaan even verder kijken. Zo. En ik weet niet waar we heen moeten. Maar ik denk dat we dit pad af moeten gaan. En in elk huisje moeten kijken. Is hier wat te vinden? Nee, deze is helemaal leeg. Niet ingericht en al. Ik zie daar wel wat blauws daar zo. Ik wil er even kijken of hier wat is te vinden. Misschien, nee, helemaal niks. Dus ik ga even hier kijken. Wat is hier? Hier. Hier is de beloning. We hebben 3 diamanten gekregen. Dank je voor het spelen van mijn map. Daar vind je het al. Groetjes, Ben. Beloning 3 diamanten. Wanted. Oh, en zijn hoofdje staat hier. Wacht, kan ik hem opnieuw plaatsen? Omdat hij niet helemaal goed is geplaatst. Of in ieder geval, dat hoofd is niet helemaal goed. Oh. Ja, ik weet niet wat er is mee gebeurd, maar goed. We hebben dan het gevonden. En dit was de minimap, of de ja. Oh, en hier is... Oh, je hebt Donald Duck gevonden. Oh, oké. Ga nu naar het huis tegenover. Oké, prima. Ik ben dus wat vergeten. Wat grappig. Kijk hoe die eruit ziet. Wat schattig. Huppakee. Misschien kan ik hem hier inzetten. Kijk. Let op, hè. Zo. Zo. Hoofdje. En broekje. Kijk, leuk hè? Nou, heb ik hem neergezet. Wat schattig dat dat ook kan hè, op die manier. Ik vind het zo grappig. La la la, dat was een leuke map. Bedankt Ben voor het insturen van jouw map. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om deze map te zien. Hij zat gewoon heel leuk in elkaar. Vooral met die resource pack. Bedankt. Heb je nou een leuke speciale map? Maak er iets moois van. Maak er iets vets van. Laat me lekker puzzelen. Laat me lekker uitzoeken hoe het werkt. Ik ga zeker weten je map spelen. En stuur hem dan naar het onderstaande e-mailadres. En wie weet komt volgende keer wel jouw map in de video. Dus erg bedankt Ben nogmaals voor het versturen. Ik vond hem ontzettend leuk. En tot de volgende keer. Vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. Doei doei!